Oh, hallo, ik ben Evers. Wat ontzettend fijn dat wij u mochten interviewen voor ons PWS. Onze hoofdvraag is wat de invloed van de ICT op de Nederlandse taal. We hebben een aantal vragen voor u en zijn erg benieuwd wat u daarover kunt vertellen. De eerste vraag, kunt u ons misschien vertellen wat ICT precies inhoudt? Ja, nou ja, het woord betekent informatie- en communicatietechnologie. Maar ja, wat dat nou eigenlijk is, dat is voor al die spullen die we om ons heen verzamelen en waarmee we eigenlijk met computers, met smartphones, met tablets omgaan, de software die erbij hoort. Het is een term die overal voor wordt gebruikt, maar het belangrijkste natuurlijk voor consumenten, hoe wij eigenlijk de dag indelen. En dat doen we dan met allemaal apparaatjes en allemaal softwareproducten, waarbij de smartphone natuurlijk op nummer 1 staat. Mm-hmm. En de tweede de computer en dan ten derde de tablet. Ja, precies. En wat denk je dat er een invloed, dat de taal is veranderd door deze ICT, door de opkomst van deze ICT en het gebruik ervan? Ja, de taal is een vrij levend iets en die verandert voortdurend met allerlei andere. De taal verandert voortdurend onder invloed van allerlei ontwikkelingen. De internationalisatie, de verengelisering en ook een beetje door ICT en eigenlijk ICT eigenlijk heel weinig, maar een stukje. Een van de belangrijkste dingen is dan social media, waar jullie onderzoek over gaat. Precies. Ik denk dat het verengelsen van de taal is gewoon volgens mij veel belangrijker. Dus dat eigenlijk, we hebben televisie gekregen in ons leven en heel veel Engelse televisie en heel veel gaming. En dat is eigenlijk volgens mij een enorme invloed op de taal. En dat computergebeuren, nou dat is wel, we hebben het woord keyboard gekregen, maar dat kennen we natuurlijk ook al lang. Maar in social media is er, kun je nog een beetje over twisten of er iets veranderd is. Maar eigenlijk is iedereen erover eens dat die invloed echt helemaal niet groot is. Dat valt eigenlijk reuze mee. Het enige wat eigenlijk wat je ziet, is dat jongeren, die maken altijd hun eigen taal. Ja, dus als je wat over kids en over tieners en die vinden het heerlijk om zich af te scheiden met de taal. En internet en Twitter en sms en tekst, die hebben ervoor gezorgd dat het zich een beetje meer verspreidt. Maar het verschijnsel jongeren met een eigen taal, met eigen woorden, die dan weer vinden ze alles vet en dan weer vinden ze alles cool en dan vinden ze alles weer, zeggen ze weer succes, mensen dan schrijven ze dat weer anders. En daar is een lichte invloed. Maar dat is veel. Het blijkt dat eigenlijk vooral dat jongeren vooral onder zichzelf dan die taal gebruiken. Ja. Dat die dan een jaar later weer compleet anders is. Dus dat blijkt helemaal niet. Het is gewoon een beetje mode en het vertaalt gewoon een beetje. Wat je ook ziet dat op Twitter hebben ze gekeken, omdat je dan maar 140 karakters hebt, of de taal nou eigenlijk daardoor verkracht werd. Dat alle woorden zo heel klein werden gemaakt en dat we vooral suk met een zesje erachter en klinkers weglaten en dat soort dingen. Nou, blijkt eigenlijk met Twitter bijna niet het geval te zijn. Er heeft iemand even onderzoek gedaan en die heeft eigenlijk gekeken op de woorden in Twitter, of die nou korter zijn geworden vergeleken met Hamlet. Hamlet met Shakespeare, weet je wel, 100 jaar geleden. Maakt allemaal niet uit. In Twitter blijkt eigenlijk dat mensen gewoon vrij normaal communiceren. Dat er eigenlijk weinig afkortingen zijn, weinig nieuwe woorden. Het enige waar het wel een beetje is gebeurd is met instant messaging, met MSN en met tekst. Omdat dat eigenlijk tussen twee mensen is en dat je dan niet iets openbaar doet. Dan doe je het niet voor iedereen. Bij Twitter dan kan iedereen meekijken. Bij tekst is het een beetje dat je het naar anderen doet en je weet wie die andere persoon is. En als die andere persoon dan ook gewoon een 12-jarige is of een 15-jarige of een 20-jarige, dan gebruik je wat afkortingen. Maar 3 jaar later gebruik je weer hele andere afkortingen. En in het normale leven gebruikt iedereen weer gewoon het normale Nederlands. Maar altijd als er een nieuwe technologie komt, dan zijn er taalpuristen die enorm bezorgd zijn over dat de taal naar de donder gaat. Dus toen de telefoon kwam, waren de taalpuristen enorm bezorgd dat huisvrouwen met elkaar allemaal gingen kwebbelen over onzin dingen. Ja,
Want wij hebben ook gelezen dat er heel veel onderzoek is gedaan naar, naar dit proces, dat we eigenlijk ook willen, achter willen komen. Ja, En vooral met name hebben zij onderzoek gedaan op social media. En daar kwam inderdaad eigenlijk ook uit wat u ook al zegt, het gaat te snel. Volgend jaar is er weer een nieuw woord wat. Het wordt zelf in 2 jaar geleden. Er komt weer een woordje bij. Maar zeg maar, eigenlijk, als je ziet, de Nederlands staat vol duizenden woorden. En het gaat over een paar woorden. En het grootste deel van die woorden is weer verdwenen na een paar jaar. Dus het is echt het is een tijdelijke lichte invloed die zichzelf verspreidt dankzij social media. Maar daarna ook weer gewoon weer. Dat is eigenlijk het normale taalgebruik. Er weinig door aangetast wordt. Wat niet waar is met Engels. Hè? Want doordat we allemaal Engels praten, komen heel veel woorden komen binnen. Maar goed, dat is ook niet nieuw, want vroeger waren we door de Fransen bezet en dan waren er heel veel Franse woorden en dan hadden we weer Duitsers die bezet waren. Dus de taal wordt voortdurend beïnvloed doordat we in contact komen met andere culturen. En dus een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld bij van waar de Nederlandse taal al is veranderd. Zegt u eigenlijk met name Engels, door de Engelse taal en gewoon de andere talen om ons heen? Ja, dat is eigenlijk. Ik heb een beetje gekeken van bijvoorbeeld sommige jongeren die vinden, in plaats van ik heb, zeggen ze cap, K-H-E-B. Of ze zeggen lekker, zeggen ze L-K-R, gewoon luiheid en zo. Maar het blijkt dat eigenlijk in plaats van LKR zeggen mensen toch gewoon in social media 100 keer meer gewone normale woord lekker. Ja. Alleen bijvoorbeeld wel een woord als WTF, what the fuck. Dat is wel zo'n uitkorting, of IRL in real life. Dat zijn een beetje van die kleine woordjes die dan nog wel wat vaker binnenkomen. Maar weet je, dat zijn echt piepkleine invloedjes. Dat is geen gigantische taalverschuiving. En alle mensen die zich zo zorgen maken over de verloedering van de taal, moeten gewoon rustig gaan slapen. Oké, nou, en we laten ook dat u in een paar jaar in de VS hebt gewoond, in de Verenigde Staten. En dat u daar een lezing in het Engels gaf. Dat gebeurt nog steeds hoor, dat gebeurt heel vaak. Nederlanders is heel grappig, als er 2 mensen in de zaal zitten, dan gaat het hele congres opeens in het Engels. Weet je wel, er zitten 2 Engelse mensen in de zaal, en dan gaat iedereen opeens Engels praten. En dat is wel, dus dat doen we ook in het Engels, dat doen we ook in het Nederlands. En heeft u dan ook in de Verenigde Staten de invloed, de eventuele invloed van ICT op de Engelse taal ook gemerkt, zeg maar. Dus is er een heel groot verschil tussen die verandering van de ICT op de Engelse taal met de invloed van de ICT op de Nederlandse taal? Nou, het enige wat ik kan zeggen is dat eigenlijk dankzij bijvoorbeeld het internet komen er heel veel nieuwe woorden. Komen de browsers en komen er allemaal social media, WhatsApp, Twitter of dat soort zaken. En instant messaging of allemaal dat soort woorden van nieuwe dingen die we gaan doen. Die woorden worden eigenlijk meestal in het Nederlands overgenomen. Dus nieuwe Engelse woorden van over technologische fenomenen, maar ik denk eigenlijk ook gewoon over politieke dingen, worden heel vaak door ons in het Engels overgenomen. We maken niet meer vertalingen van de woorden, zoals de Duitsers. Die Duitsers zijn veel meer taalpuristen. Die pakken gewoon in een browser, daar hebben ze dan weer een Duits woord van. En dat doen wij niet. Maar dat ik nou in het dankzij het ICT nou andere woorden heb gezien, ja, als er een nieuwe technologie bij komt, hè, dus ik zeg maar het woord browser komt tevoorschijn, ja, dan komt dat erin. Maar dat zijn kleine hoeveelheden woorden. Dus eigenlijk is in Amerika de invloed van de ICT als het ware groter, maar het komt puur omdat vaak dingen daar worden ontdekt en ontworpen en dat het meestal ook een Engels woord is. Dat het dus Elke keer als er iets nieuws gebeurt met technologie, ja, dus als er een smartwatch komt of een smartphone of een smart
dit of een smart dat. Of er komen allemaal sensoren of er komt die Internet of Things. Of, dat hele vakgebied over ICT, dat breidt zich heel erg uit en dat wordt gepopulariseerd. Nou, er komen nieuwe woorden voor. Maar dat geldt ook op het gebied van chemie en op het gebied van schepen en op het gebied van healthcare. Er komen overal nieuwe woorden omdat er gewoon veel meer informatie is en veel meer nieuwe producten en diensten worden verzonnen. En wat mij wel opvalt is dat heel veel van die woorden in het Engels worden verzonnen en dat wij Nederlanders die overnemen, de Duitsers en Fransen, die maken dan nog vaak een apart woord ervoor. Ja, oké. Nou, en daarnaast zijn natuurlijk ook nog veel, u bent natuurlijk heel veel bezig met nieuwe technologieën en social media, maar tegelijkertijd schrijft u ook columns. Merkt u zelf dat uw taalgebruik enigszins is veranderd in de loop der jaren? Dus gewoon zoals afkortingen vaker gebruiken of veel Engelse woorden erin gebruiken? Ik denk dat ik wel veel Engelse woorden erdoor gebruik. Dat ik weet niet hoe je dat heet, Engelisering of zo van de Nederlandse taal, daar ben ik zeer schuldig aan. Een van de grote trends is dat ik gewoon nauwelijks meer schrijf. Ik schrijf gewoon veel minder. Bijvoorbeeld, ik schrijf ook helemaal geen kolommen. Ik maak tegenwoordig 1000 video's. Ik maak vooral video's. Ja. En ik ben helemaal niet meer zo bezig met het schrijven van teksten. Ik heb er altijd een ontzettende hekel gehad aan het schrijven van teksten. Maar ik deed dan wel. Schreef al kolommen voor een tijdje voor de Telegraaf. Maar daar ben ik gewoon helemaal mee gestopt. En ik ben me niet bewust van mezelf dat ik echt maar op een of andere manier op een andere manier met tekst omga. En afgezien van het Engels, afgezien van nieuwe gadgets en nieuwe woorden en nieuwe diensten die gewoon binnen de ICT-wereld ontdekt worden en ook vaak gepopulariseerd worden, die gebruik ik natuurlijk, maar helemaal niet dat ik afkortingen veel gebruik. Helemaal niet. Absoluut niet meer dan vroeger. Oké. Nou, en hoe denkt u dan precies dat de Nederlandse taal in de toekomst uitziet? Want u zegt heel duidelijk dat het eigenlijk helemaal geen invloed heeft. En natuurlijk zullen er steeds meer nieuwe technologieën komen. Toch zijn er heel veel mensen bang dat onze Nederlandse taal inderdaad in de toekomst gewoon helemaal niet meer bestaat. En dat we gewoon... Volstrekte onzin. Ik denk echt dat mensen zijn dol op taal. En zijn dol op accenten. En zijn dol op allerlei variaties van hun taal. Ik heb het idee dat dat alleen maar toeneemt. En eerder dan afneemt. De Limburgers die blijven lekker Limburgs praten en Fries praten. En de Nederlander blijft lekker Nederland praten. Ook al wordt dan het vermogen van mensen om de Engelse taal te spreken, dat dat beter is dan Henk Kamp gisteren liet zien in dat spreekbeurtje bij Tesla. Dus ja, de huidige generatie kan veel beter Engels spreken, maar ik denk absoluut niet dat ze daardoor minder Nederlands praten. Want je gaat ook niet met je vriendinnen gezellig Engels praten. En als je ook maar enigszins een keuze hebt, wij hebben dan een Engels gezin. Mijn vrouw is Engels, Amerikaans, en die spreekt dus... Engels met de kinderen. Maar ik spreek gewoon Nederlands met de kinderen. En de kinderen spreken Nederlands met elkaar. Maar switch je net zo makkelijk over naar Engels. Ik heb eigenlijk het idee dat taal een van de meest taaie vormen is. En die bijna niet verdwijnt. Je ziet dan ook als er op een gegeven moment een verovering is. En dat een taal wordt gedomineerd door een andere cultuur. En de taal wordt verboden. Nadat de bezetting voorbij is, komt die taal weer hartstikke snel terug. Maar dat gaat met Nederland ook gebeuren. Nederlands zit gewoon diep in de genen van de Nederlanders. Iedereen is blij met de taal. Niemand zal dat opgeven en er zal ICT ook helemaal geen verandering in betekenen. Het enige is dat de computers zullen steeds makkelijker in plaats van Nederlands vertalen naar Engels en Engels vertalen naar Chinees en Chinees naar weet ik veel wat. Dus het vertalen van de ene taal naar de andere taal, dat zal... Dat zal steeds makkelijker worden, maar de mensen zelf zullen gewoon nog enorm met de taal bezig blijven en hun eigen taal daar diep verliefd op zijn. Oké, dus u denkt ook dat er niet bijvoorbeeld in de toekomst één wereldtaal... Absoluut. Er komt absoluut geen enkele wereldtaal en er komt absoluut niet... En het aantal talen gaat absoluut niet omlaag, dus...
misschien een paar, maar er zijn honderden talen en daar komen er, daar gaan misschien een paar kleintjes vanaf omdat mensen helemaal uitsterven, maar de gewone talen blijven lekker doorgaan. En ja, Chinees is de grootste taal, geloof ik, nummer 2 en Spaans nummer 1. Dus als je kijkt over de eerste taal, is nog ineens Engels. Ik dacht dat het Spaans was en 2 Chinees en 3 Engels. En Engels is dan een taal, is dan de grootste tweede taal voor mensen. Maar ik ken niemand die zegt van, hey, we gaan onze eigen taal opgeven en dan gaan we dat vervangen door Engels. Dat is echt heel... We willen gewoon graag een tweede taal hebben of misschien een derde taal, Chinees. En de techniek maakt het mogelijk om tussen die talen te communiceren. Dat zie je nu in het begin met Google Translate, als je dat installeert. Of bijvoorbeeld Skype heeft de mogelijkheid nu dat jij... Ik spreek Spaans, jij spreekt Engels en hij en Skype vertaalt dan live alles van Spaans naar Engels en jij van Engels naar Spaans. Dat soort dingen zul je steeds meer zien, maar dat zal voor een persoon geen enkele reden zijn om van taal te willen switchen. Laat staan voor een land. Dat zal ook nooit gebeuren. Ik wil echt niet. Oké, want het zou wel erg handig zijn, want iedereen natuurlijk dezelfde taal spreekt, maar daarin mensen heeft... Mensen zijn geen handige, mensen zijn niet handig. En mensen zijn niet van de visie. Het is eigenlijk tegen dat het niet gebeurt. Het gaat helemaal niet gebeuren. Taal is het meest saaie wat mensen in hun cultuur hebben. En ook al zou er 100.000 argumenten zijn voor... voor efficiëntie en zijn er al pogingen gedaan om een mooie wereldtaal te verzinnen. En dat is gedoemd tot een superklein groepje van mensen die dat wel een goed idee vinden. En dat is het. Oké. Nou, duidelijk. En we hebben nu ook natuurlijk een van de meest populairste en bekendste opkomende technologieën in het gebruik van tablets is natuurlijk dat we nu tablets op scholen willen gebruiken. Daarbij zou op zich ook nog wel, zouden kinderen schrijven dan dus minder. Want eigenlijk alles wat ze schrijven, schrijft ze op hun iPad en niet met de hand. Ja. Wat vindt u van deze technologie en in hoeverre denkt u dat dit wel invloed zou kunnen hebben op het schrijven en de voordring van de kinderen van de taal? Oké, nou eerst, ik ben ervan overtuigd dat schrijven, hè, met zo'n pen en met die letters, dat gaat er gewoon uit. Dat is echt, op dit ogenblik al is 98% van wat de mensen in Europa schrijven, is gewoon typen. Dus ja, die paar briefjes die mensen nog typen, die stelt niks meer voor. En ook bij ons op school leren de kinderen die... kunnen optioneel leren schrijven met continuous schrijven, met die bogen en zo. Nou, dat 10% van de kinderen vindt dat interessant. En daarna heb je dat ook nooit meer nodig. Dus schrijven is absoluut onbelangrijk en zal eigenlijk gewoon verdwijnen. Dat denk ik wel. Maar dat heeft niets met de taal te maken, want taal is meer gewoon spreken. En typen is denk ik gewoon veel meer een belangrijke skill. Op een gegeven moment zal dan... En ik kan me ook nog voorstellen dat op een gegeven moment spraakherkenning zo goed is, dat je dan een heleboel mensen langzamerhand van typen naar spraakherkenning gaan. Maar dat heeft niets met de taal te maken. De inhoud van de taal is gewoon de woorden en de zinsopbouw en het vocabulaire. En ik denk dat daar echt heel weinig verandering in zit. Maar schrijven is al gewoon bijna van deze aarde verdwenen. We schrijven gewoon 80% minder. En de kinderen die zullen dat gewoon veel minder leren. Dat ze daar met een tablet werken, betekent dat ze juist veel meer kunnen leren wat ze nou eigenlijk willen. En dat ze niet meer per persoon, dus niet meer als groep alles tegelijkertijd moeten leren in de klas, maar dat ze veel individueler kunnen leren en dat ze veel meer hun passie uit kunnen gaan. Dus de ene persoon zal 6 talen leren en de andere zal misschien 1 of 2 talen leren. Daar zullen grote variaties in zijn, maar in het gebruik van de taal. En dat denk ik is dat heel erg weinig. En je ziet dat mensen met zo'n tablet en smartphone, dat mensen heel veel lezen, heel veel schrijven. En dat gaat helemaal niet achteruit met dat soort dingen als ICT.
Want de helft van de tijd zit gewoon iedereen op zijn smartphone te tikken en stukjes met taal bezig te zijn. Dus dat is eigenlijk helemaal niet minder geworden. Het enige wat ze dan minder lezen is boeken. Maar boeken is überhaupt al gewoon bijna uitgestorven. De enige die nog boeken lezen zijn scholieren omdat het moet. En daarna zijn het vrouwen van 40 jaar. Dat zijn nog mensen die lezen. Maar ik denk dat als je kijkt, je vader zal ook bijna niet, die zal ook bijna boeken lezen. Hij koopt ze nog wel, maar hij heeft geen tijd meer om ze te lezen. En dat, of dat nou zo ontzettend veel anders is. Vroeger wilden mensen ook veel boeken lezen, maar hadden ze ook geen tijd voor. En, maar nu kun je veel, ons inkomen is veel groter. Dus het aantal boeken wat mensen nu kopen, en het gewoon op de plank laten liggen.